Bij me staat Marielle Vleugels van de organisatie van het softbaltoernooi dat nu aan de gang is. Ja, een beetje richting het einde zitten we nu. Hoe is het gelopen allemaal? Ja, vooralsnog gaat het eigenlijk allemaal hartstikke goed. We hebben nog geen uitlopende wedstrijden of wat dan ook. Dus alles is duidelijk, alles loopt op rolletjes. Het is erg druk. Nu valt het nog mee, vandaag toevallig. Maar gisteren en eergisteren was het echt onwijs druk. We verwachten dadelijk bij de halve finale en de finale dat het ook weer aardig druk gaat worden. Dus, Hoe ziet zo'n weekend eruit voor je als je, nou, als we echt bezig zijn zeg maar, in de hallen? Voor mij persoonlijk ziet het eruit. Donderdag start ik, 's ochtends vroeg, dan ga ik de Amerikanen ophalen. Dan zitten we om 6 uur in de auto. En dan zijn we heel de dag aan het opbouwen en aan het doen. En 's avonds is dan de clinic voor de jeugd. En dan vrijdag gaan we verder met opbouwen om 's ochtends om 9:30. En dan 's avonds begint dan eindelijk het toernooi om 7:00. En wat ik nu op dit moment aan het doen ben is rondrennen. Alle kanten op als er vragen zijn. Interviews, scoorders die met problemen zitten, andere vrijwilligers die met problemen zitten. Dan ben ik er eigenlijk om het op te lossen. Dus ik ga 36 keer de trap op en neer naar de organisatie. Weer naar beneden naar de hal, naar de coaches toe, naar speelsters die vragen hebben. Dus eigenlijk vliegende keeper ren ik overal heen en probeer ik iedereen tevreden te houden en iedereen uit te leggen hoe het werkt en hoe het in zijn werk gaat. En dan ben je blij, neem ik aan, als het zondagavond is. Heel erg blij, ja. Het slapen, dat is soms erg lastig, want je ligt 's avonds nog na te denken. Wat moet ik er volgende dag ook weer ook aan denken? En voor 12:00 liggen we niet in ons bed en om 6:00 gaat de wekker weer. Nou is dat toernooi natuurlijk niet alleen het weekend voorbereiden geweest. Wanneer begin je nou met de voorbereiding? Ja, we starten in augustus met de voorbereidingen. Dat zijn dan de kleine voorbereidingen. Oké, welke teams gaan we weer uitnodigen? De uitnodigingen gaan we dan versturen naar de teams. En dan langzaam wordt het steeds meer werk tot deze week, zeg maar, druk in de weer. Elk weekend dat we vrij zijn of elke vrije dag, dan zijn we ermee bezig. Ik heb op de website van de Honker Softbalbond ook gelezen dat jullie toernooi ook gezien wordt als echt de opening van het softbalseizoen. Betekent denk ik ook voor jullie een mooie erkenning natuurlijk van het toernooi. Ja, zeker weten. Ja, iedereen heeft het er ook altijd over van de Indoor Cup, de Cup. Iedereen zegt altijd in januari, iedereen heeft er weer zin in. November, december is er dan wat getraind in de zaal, maar iedereen heeft dan weer zin om in het seizoen te starten. En dan is zo'n toernooi hier binnen, iedereen weer hoi zeggen, gelukkig nieuwjaar wensen. En dat is dan gewoon echt een grote gezelligheid hier. Ja, want je kunt je het niet voorstellen met de temperaturen die we nu buiten hebben, maar voor je het weet is het maart, april. Dan gaat het natuurlijk allemaal weer beginnen. Ja, dan zijn er eigenlijk de echte voorbereidingstoernooien voor het seizoen weer. En dan gaan we weer buiten aan de slag. Dus dit is altijd een lekkere onderbreking ook van de winter voor de teams. Nou heb ik begrepen dat dit editie 19 zou zijn van de Cup. Ja, dan heb je denk ik de verplichting volgend jaar denk ik om er echt wat leuks van te maken. Ja, volgend jaar is de 20ste keer hier in Schiedam. Dus we moeten dan nog goed verzinnen wat we speciaals aan gaan doen. Maar inderdaad, de 20ste editie is dat volgend jaar op de planning. En jullie komen dan volgend jaar ook weer gewoon hier in Schiedam? Ja, dat is zeker de bedoeling. Het gaat hier altijd hartstikke goed en veel medewerking, dus dat is super fijn. Roef heeft het toernooi om de Cup gewonnen. Marjolein Merksen staat hier naast me. Ja, gefeliciteerd en de Cup gaat dus weer mee richting jullie club. Ja, zeker weten. Voor de derde keer en ik ben ontzettend trots. Is het nou lastig als titelverdediger om het toernooi weer in te gaan, dat je toch de druk hebt dat je de grote favoriet dan bent? Nou, ik denk dat er wel druk is, maar dat we die niet zo ervaren. Omdat we gewoon lekker hier spelen en met dat plezier komen we vaak een heel eind. En ik denk dat we wel weten dat iedereen van ons wil winnen, omdat we natuurlijk verdediger zijn. Maar ik heb niet het idee dat we ons daar veel van aangetrokken hebben. Jullie hebben gewonnen van Terrasvogels en dat was een wedstrijd waarin jullie ook nog op achterstand hebben gestaan. Had je toen het idee van, we moeten toch vol aan de bak in deze wedstrijd? Nou ja, we hebben het hele toernooi heel hard geslagen en heel veel punten gescoord. En hadden we deze wedstrijd nog niet gedaan, dus ik had er alle vertrouwen in dat het eigenlijk in de laatste innings nog zou komen. Ja, want in de laatste deel van de wedstrijd hebben jullie ook echt je slag geslagen, hè? Ja, het leek wel alsof we eventjes onder druk moesten gezet worden om alle punten binnen te halen. Volgend jaar is editie nummer 20. Nou, ik neem aan dat jullie als titelverdediger er dan ook weer bij zullen zijn in Schiedam. Ja, zeker weten. Want ik denk ook dat wij het team zijn dat het Schiedam in de Cup echt een superleuk toernooi vinden. Dus ik denk dat we er zeker weer zijn. Ja, het is voor jullie natuurlijk een voorbereiding op het seizoen op het veld straks. Hè, het voorjaar gaat beginnen. Wat zijn jullie ambities daar? Nou, we hebben afgelopen 2 jaar hebben we de top 4 gehaald. En eigenlijk is het nu wel richting de finale. 1 of 2 halen. Ik ga jullie daar heel veel succes bij wensen. Gefeliciteerd met deze prijs. En we hopen jullie volgend jaar weer te zien in Schiedam. Natuurlijk. Dankjewel.